De titel van mijn column is Copyright. Vanaf nu wordt Nijmegen bij de City Marketing op de kaart gezet als Old City, Young Vibe. Daarmee moet de stad weer tien jaar vooruit kunnen. Want City Marketing is niet zomaar iets, dat is een proces van lange adem. Daarom wordt er door de gemeente minimaal tot 2030 vastgehouden aan deze typering. Daarna wordt bekeken. Of de nu bedachte term beklijft. Reclamebureaus hebben dus nog even de tijd om na te denken over de volgende slogan. Want het verzinnen van zo'n slogan is big business. Vraag maar aan het Amsterdamse reclamebureau dat in mei 2008 een gelikte PowerPoint-presentatie verzorgde voor de gemeente Nijmegen. Er werd verslag gedaan van uitgebreide brainstorm sessies vol strategische marketingstermen. Eindigend met de slogan Altijd Nijmegen. Dat een inwoner uit Nijmegen-Oost vlak daarvoor achter zijn keukentafel dezelfde slogan gratis en voor niks had bedacht, deed even niet ter zake. Het ongetwijfeld vorstelijke honorarium ging naar Amsterdam. Altijd Nijmegen heeft hij tien jaar uitgehouden. Dat is minder altijd dan gesuggereerd. Het adviesbureau, dat nu in opdracht van de gemeente Nijmegen heeft gewerkt aan een nieuwe strategie voor de city marketing, zit niet in Amsterdam, maar in de cloud. Zo staat het tenminste op hun site. Ze vinden zelf dat milieutechnisch een goede zaak. Ik vind het een ordinaire acquisitietruc. Overigens is de slogan Old City Jong Vibe niet eens door hen bedacht. Het was de titel van een travelblog uit december 2015 van de internationale bloggers Jet Setting Fools. Ze hadden een bezoek aan Nijmegen gebracht en toen kwam deze slogan bij hen bovendrijven. Nu dus officieel gepromoveerd tot marketingstrategie. Of er copyright zit op zo'n slogan? Geen flauw idee. De bloggers moeten hiervoor via de cloud maar onderhandelen. Een nieuwe slogan betekent natuurlijk ook dat er een nieuw logo moet komen voor gemeentelijke vlaggen, banners en briefpapier. Tien jaar geleden gaf dat een hoop gedoe, omdat het ontworpen logo van altijd Nijmegen, verdacht veel leek op een al bestaand logo van het stadsdeel Amsterdam Noord. Plagiatus. In de cloud barst het van de logo's. Oppassen dus. Afgelopen woensdag had ik vrienden uit Eefde op bezoek, gezien het prachtige weer. Hebben we een fietstocht gemaakt langs de Spiegelwaal, onder en over alle nieuwe bruggen en over het stadseiland Veurland. Ik vertelde hen dat de namen Veurland, de Lentloper, de Oversteek en de Zalige Brug via een prijsvraag bedacht zijn door inwoners van Nijmegen. Uit liefde voor de plek en met gevoel voor verrassende lokale spitsvondigheden. Via het onverharde fietspad. Fietsten we onder de oversteek helemaal tot aan het uiterste puntje van het stadseiland. Wat een plek, een oase van rust. Het silhouet van de stad lag achter ons, voor ons de uitgestrektheid van waal en uiterwaarde, terwijl schepen langzaam langs voeren. Toen zei mijn vriend: Dit is echt Lens End. Hij is een gepensioneerde scheikundelaar, leraar. Geen marketingbureau in de cloud. Mocht er een bocht geplaatst worden met deze twee woorden, dan zal hij niet moeilijk doen over het copyright.